De Bendo Box is een doos speciaal bedoeld voor kinderen. Aan de hand van coole voorbeelden en experimenten in het boekje leggen we jullie uit hoe je zelf aan de slag kunt gaan met techniek. We leren jullie alles over hardware, software, programmeren, je eigen website bouwen en nog veel meer. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hardware heet het als je het aan kunt raken. Bijvoorbeeld het toetsenbordje in de Bendo Box of de Raspberry Pi. Auw, hard! Software kun je niet aanraken. Software zijn bijvoorbeeld apps op je telefoon of andere applicaties die je downloadt en installeert. Met software kun je hardware iets laten doen. Ook had ik het net over programmeren. Maar wat is programmeren nou eigenlijk? Programmeren is het als je je eigen spelletje of app maakt. Met programmeren zet je cijfers en tekens om in acties. Programmeren kent verschillende talen. Net zoals wij bijvoorbeeld Nederlands, Engels en Swahili kennen, ken je programmeren bijvoorbeeld Python, PHP, JavaScript en HTML. Deze taal kun je niet spreken, maar alleen schrijven op je eigen computer. In het boekje van de Bendo Box staan verschillende voorbeelden. Ook komen er verschillende video's online waarin we dat allemaal uit gaan leggen. Bij de Bendo Box staat experimenteren en delen centraal. Jullie moeten dus echt samen aan de slag om van elkaar te kunnen leren. Maar ja, samen is het ook veel leuker om een robot of software te bouwen. Je weet vast wel hoe je een app moet downloaden op je tablet of smartphone. En vast nog veel beter dan je ouders. En je weet ook echt wel hoe die apps werken, toch? Maar hoe werkt zo'n smartphone nou eigenlijk? En waarom doet hij nou precies wat jij wil? En weet je bijvoorbeeld hoe Minecraft ooit gemaakt is? We gaan met de Bendo Box precies uitleggen hoe de hard en software werkt. En na even oefenen kun je straks je eigen app of game bouwen. En spelen jouw vriendjes misschien wel jouw game. Hoe vet is dat? Maar hoe gaan we dat dan doen? De Bendo Box gaat je dat uitleggen met de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is een mini supercomputer zo groot als een pinpas. De Raspberry Pi kan alles wat een gewone computer of smartphone ook kan. Behalve bellen natuurlijk. Hallo? 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 Je kunt echt alles aansluiten op de Raspberry Pi. Een toetsenbord, een muis, een beeldscherm en natuurlijk internet. Maar het coole van de Raspberry Pi is juist dat je er veel meer sensoren op aan kan sluiten. Bijvoorbeeld licht, geluid, beweging, van alles. Zo kun je met de Raspberry Pi zelfs een alarm maken voor je slaapkamer, voor je vervelende zusje. Of bijvoorbeeld een automatisch kattenvoersysteem. Of een robot bouwen samen met Lego. Je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het maken. En daarom is de Bendo Box zo cool. Er zijn geen grenzen. Alles wat je bedenkt kun je maken. En de Bendo Box gaat je daarbij helpen. Alle software die je nodig hebt is helemaal gratis. En je krijgt zelfs twee jaar lang een eigen .nl domein. Behalve bendobox.nl, want die is van mij. Ik weet ook zeker dat jij niet kan wachten om aan de slag te gaan met de Bendo Box. En gelijk heb je, want de Bendo Box is zo cool. Zo cool. Dus laat het experimenteren beginnen! En maak samen met je vriendjes en vriendinnetjes de tofste dingen. Dus ga naar bendobox.nl en bestel hem nu.